speciale tandpasta, alcoholbesmetting in te dammen en je adem inhouden om te testen of je het hebt. Fake news over corona is niet alleen misleidend, maar soms ook levensgevaarlijk. Er doen tal van verhalen de ronde die niet alleen pertinent onwaar zijn, maar die zich ook, nog sneller dan het virus zelf, verspreiden. Je wapenen tegen nepnieuws is daarom heel erg belangrijk. Maar hoe doe je dat? Op social media en in appgroepen vind je veel berichten over corona. Het is belangrijk dat je niet alle berichten klakkeloos deelt. Want juist daar verspreidt nepnieuws zich snel. Overweeg je een berichtje toch te delen? Achterhaal dan eerst de afzender. Vaak is dat niet de vriend of vriendin die jou het bericht stuurt. Is de bron betrouwbaar en wat wil de maker bereiken? Betrouwbare bronnen zijn het RIVM, de politie, de overheid en Nederlandse nieuwsmedia. Soms doet nepnieuws zich voor als nieuws van een betrouwbare partij. Nepnieuws kan bedriegelijk echt lijken. Zoek op internet nogmaals naar je bron en kijk op een website of je daar hetzelfde bericht kunt terugvinden. Vind je het er niet, dan is het nep. Is het nieuws breed gedeeld? Baanbrekend nieuws zal in diverse media breed worden uitgemeten. Journalisten zijn gewend om berichten te controleren op echtheid. Staat een bericht slechts op één website, dan kun je twijfelen over de echtheid. Wondermiddeltjes, schreeuwerige nieuwskoppen, paniekerige berichten. Het zijn vaak signalen die erop wijzen dat iets niet waar is. Beperk je tot betrouwbare bronnen en wees kritisch. Gebruik je verstand. Laat je niet meeslepen door spanning en sensatie.